Ja, dat staat erop. Wie van jullie heeft er geluisterd naar de eerste podcast? Ik wist zelf niet dat ik dat deed. Dus, ja. Wij zijn van de week online gekomen. Op de Facebookpagina van CPK. Ja. Na een paar testopnames die later ooit wel een keer publiek gaan gemaakt worden. Ja, oké. Hoe? We zijn met drie gasten vandaag. Ja, alle drie. Goed. Ja. Ik ken niemand van de drie gasten. Oh. Dus misschien moet je jezelf een keer voorstellen. Naam, achternaam, zoiets. Ik ben Verstraten Chris. En ik zorg dat dat hier een beetje deftig verloopt rond de oase. Ja. Dat is zo'n beetje de tijd. Ja. Ik heb wat gasten met. Voorzitter hier. Ja. En ik heb hier twee trouwe bliefs bij, een die hier al 10 jaar rondloopt en een die hier al de laatste 3 jaar niet weggaat. Dus ja. Oké. En zij een viswachter? Ja. Okay. Eigenlijk de opvolger van Jerry een beetje. Ja, Chris is een opvolger. Jerry die 18 jaar, als ik me niet vergis, 18 jaar het hij eigenlijk. Ja, van de start hier zo. Ik ga wat er geworden. Dus, ik ben ook al van een periode hier aanwezig. Ja, Jerry kon er niet bij zijn. Ik had eerst aan hem gevraagd. En toen zei hij, zegt hij, het is het eerste jaar dat ik, dat ik geen voorzitter tussen haakjes niet meer ben. En hij was zelf van vissen, dacht ik. Wat ik het goed verstaan had. Ja. Goed, hij zei van, moet ik er contact oppakken met Chris? Dus ik, oké, rap, contact met Chris. Dus bij deze, Lieven. Ik ben Lieven de Jager. Fanatiek visserij hart en nieren en zoeken zo'n beetje de moeilijkere watertjes op, waaronder dat hier eentje is. Hè. Ja, oké. Links van mij, Steven. Ja, de schrijver Steven. Oké. Ja, ik kom hier al verschillende jaren. Oké, hij zegt nu 10 jaar. Wel niet 10 jaar aan een stuk, kom hier al langer. Maar op en af. Soms 2 jaar en dan een paar jaar niet. Omdat ik wil het altijd link wat mysterieus zijn, omdat er toch nog iets zit waar dat je altijd kunt voor terugkomen ofzo, van vis. Ja. Want ze moest ik hier al die jaren al een stuk gevist en dat de funder vanaf gaan duren. En ook het is niet ver. Ik kon hier maar 15 minuutjes van. Dus, goed, oasis. Is er iemand die iets weet van de geschiedenis van het water? Hoe is het ontstaan? Een kleiput zeker die getrokken wordt voor de steenfabriek. Ja. Hier 500 meter verder eigenlijk van de Noordel. Dus die zijn eigenlijk bij een graven voor die klei? Ja. Om dat daar te verwerken? Voor baksteen. Ja, voor daar baksteen. Ja. Hoe lang zou dat hier al bestaan? Een jaar weet ik het niet. Het enige verhaal dat ik weet van die oude mens dat daar woont. Ja. En dat jij zei dat dat... Van oudere mensen hoorde de verhalen dat ze het weten trekken hebben. Dus ik denk dat het misschien toch wel een dikke 80 jaar alleen zijn, denk ik toch. Ja, amai. Daar rond 75. Volgens dat ik weet, het enige dat ik weet is... De put is gegraven geweest, maar hier verschillende jaren eigenlijk maar geleden met een diepte van maximum 2 meter. Ja. En ze zijn er dan pas achteraf aan begonnen. Allee, dat is wat dat nou een mens mij hier een keer vertelde. Ja. Dat is een boot. 3 hectare groot ongeveer? Ja. Zoiets. Ja. Ik denk 3 met de grond. Ja, er is ook al redelijk veel gebeurd met bestand. Hè. Ja, we hebben al wat in slaan verwacht. Het originele bestand, kijk daar. Allee, wat was er vroeger? wat ik me nog kan herinneren is, als ik hier het al wisten. Ja, 2010, 2011 is dan de sterfte echt begonnen. Want toch wel al die jaren ervoor al en toe de vis. En toen wist ik van 35 vissen boven de 15 kilo. Amai. Waarvan dan 7 boven de 20 en de beste moment 2 vijftigers. Ja. Dus die draaiden alle 2 rond de 25,5. Dat was die zijn allemaal weg. Er is eigenlijk juist nog.
één, dat is eigenlijk nu een topschip. En dat was een mooie dertiger in die tijd. Ja. Van de 17 kilo. Die zo, als je de goede moment weegt hij nu 21,5. Ja. Dat is die warrelschip. Ja, ja, dat is die warrelschip inderdaad. Dat was echt een top water. Ja, ja. Ja. Ik denk dat ik nog een seizoen geweten heb van tegen 140 vergunning. Cool. Ja. Dus, 3 hectare is dat ja, druk water. Ja, dat was echt druk. Goed, maar dan 2011, een sterfte. Ja, de weten we daar misschien gedetailleerder van, maar ik denk, die ziekte zit hier al lang in. Hè. Ja. Maar wij wisten toen nog niet wat dat was. Ik weet niet hoeveel bacteriën in ons water ook. En op sommige momenten breekt dat uit en is het... De hatenziekte zit hier en die komt dikwijls terug. En ja, het enige dat we zouden kunnen doen is denk antibiotica kuren of ontsmettingsmiddelen of producten toevoegen aan het water of zowel bij de vissen. Het was geen importziekte van een vis die is uitgezet of die meegereisd is met een schepnet of zo. Ik denk dat het eigenlijk... Wem dat dan 3 jaar erachter misschien had, een keer een lichting op te zetten van... ja, inderdaad. Nee, dan inderdaad. Hebben we nog een keer een kraks gehad en dat was het daar. Maar die eerste sterfte gaat niet... Nee, ik denk dat... Dan wisten we nog niet hoe... Wat dat was. Nu weten we echt wel hoe perfect. Want dan was er eigenlijk een van die topvissen, krokkie. En wij, we dachten allemaal, het is een habbe of een schaafvonde. Een kap eigenlijk. Ja, een kap eigenlijk of zo. Ja, een mooie en grote die zwom de laatste 3 jaar echt met zo'n gat rond dat we niet meer toegroeiden. Ja. Maar dat was volgens mij die ziekte dat er dan al is dat. Maar wij waren, je moet dat zeggen, met die jaren leerde bij en. En is dat iets dat je opgezocht hebt? Ze hebben dokters laten komen en al. Ja, twee of drie verschillende kooidokters zijn er al geweest. Ja, we al, weet ik toch van die pakken dan staaltjes van de schubben en van de kiem en zo. En zo dan kijken ze wat dat erop zit van bacteriën en zo. En zo krijgen we het dan. We hebben al een paar keer product gedaan gehad voor het dan op het water te doen. Ja. En nu de laatste keer hebben we antibiotica. Ik denk dat dat maar ik weet geen zekerheid. Nee. Nee. Antibiotica moet dan in zo'n water kappen? Well, normaal geeft het al voeders op gewoon vijveren, tuinvijverkes. Boelies en pellets, wat een week in water, met dat water met die antibiotica in. Ja. En dat komt met die vorige week te aas voeren. En zo eten ze er onbewust die antibiotica op. En het helpt altijd maar korte termijn. Ja. Dus het is gewoon... We kunnen toe verdwijnen, maar twee keer, het komt like, bijna altijd 2 keer per jaar terug, hè? Ja. Chris. En dat is de naam, hatenziekte, of is dat een andere naam? Ja, ik weet niet echt, het is zeker een andere benoeming, maar de juiste benoeming. Wij noemen dat de hatenziekte, omdat dat begint zo eerst like, kleine rode schijntjes te zien op de vissen. En soms zo, like van die cirkels. Ik denk dat je het kunt nemen van een tekenbeet. En dan begint de volgende stap achter die cirkels is dat dat open gaat. In die cirkel gaat dat dan open en dan komt echt een open mond. En dan komt daar zo link op die witte schimmelplekken op. Het is echt een heel agressieve bacterie. Vleesetende bacterie volgens mij. Oké, dat is juist nog een halve visser zien lijn, ook al voor de helft opgeven. Dat is niet waar. Want dat kan niet. Dat wordt mega rap gemeld. Hier zitten we wel echt wel kort op, omdat er hier al zoveel gebeurd is. In het verleden, als we hier ene vis vinden... Altijd paniek. Is het paniek. Ja. Ik zag het onmiddellijk aan de gezichten. Zo allemaal. Leek trek. De vissen zijn zeer geliefd, he, want ze hebben allemaal een naam. Ja, dat is de max. Ook langs de ene kant is dat voor die bestandmap wat makkelijker te maken. Anders hebben ze allemaal een nummer. Zoveel of nummer. Dat is wel een mooie traditie. De laatste jaren, de laatste 6-7 jaar, is de Oasis echt wel weer aan een stijgende lijn bezig. Ja, het, ja. Kun je inschatten hoeveel vissen dat er nu ongeveer rondzwemmen? Ja, iets meer dan 100 en 500 en 10 vissen. Ja,
ongeveer? De laatste lichting? Nee, maar meer leidt ook tot sterftes, denk ik. Ja. Dus, maar het is ook spannend, het is ook moeilijk water, denk ik. Je moet ook rekenen, je hebt 2,5 hectare water, maar ik denk dat je maar nog 1 hectare visoppervlakte hebt op de bodem, door die diepte. Ja. Ja. Dus ja, als je nog meer vis gaat steken, ik weet het niet. Ik denk dat je te weinig oppervlakte hebt voor die vissen. Je ziet dat nu al. Ze worden zo naar de midden geduwd en ik weet niet. Nog meer stress. Ze zijn hier al veel stress. Ja. Nu is het hier echt rustig, hè. Ja. Ik vind dat vrij raar, hè. Met dat verlengd weekend. Ja, normaal gezien is dat full house. Iedereen is eerlijk geweest. Was dat omdat de 2 vissen vorige week gevangen zijn ook waarschijnlijk? Ja, daar zijn er veel mee te maken. Veel mee te maken. En dan zijn er ook die zijn. Maar misschien naar daar gaan, want hinter zijn ze uitgekomen. Dus, ja, en dat is ook wel het feit geweest. De stek dat de meest nu bezet geweest is, de laatste keer is natuurlijk die stek. Zeg maar, van de 110 vissen ongeveer, kun je inschatten in welke gewichtsklasses dat die zitten? Ja, we hebben een heel bestandlijst. We hebben dat op papier eigenlijk. Er zitten op dit moment een paar vissen die rond de 40 pond grens zweven. Die 2 vissen dat Lieven vorige week, dat we Lieven vorige week gehad heeft. Eigenlijk jammer voor hem. Ik ben al zeker 2 weken te vroeg. Mm-hmm. Ze zat nog niet op haar maximum. Ja. En dat zijn normaal 2 vissen. Het zijn 2 jongere vissen, het zijn 2 uitgezette vissen. Wat moet je rekenen, like Cookie, dat is die rij. Als je weet dat ik die nog in 2017 gevangen op 7,6 kilo. Ja. En die weegt nu 19 en zoveel. Oula. Dus dus het komt goed, maar we mogen ook niet te veel in één keer, denk ik. Want die vissen zijn al echt een zotte. Het zit nog andere vissen op dan ook op weg zijn. Groeicurves die echt. Ja, like Harold is een van de hekste, denk ik. Ja. Maar als het zo blijft, zou het niet goed Charlotte komen. Maar Harold is echt heks. In 2017 vang ik dat visk op 3,8 kilo en vorig jaar op 18,6. Ja. Wat mooi. Dus dat is fenomenaal. Dat is echt een groeimarsje. Hij zegt dus in 2 vissen uitgekomen, 2 topvissen verleden week door jou, Lieven. Ja. En welke waren het? Cookie en Jippet. Ja. Ja. En hoeveel? 19,2 en 19,5. Mooie sessie. Ja. En dan nog een kleiner exemplaar, de Vlekschub. Op 11,2. Ja. Ja. Ik kan iets heel raars vertellen over 1 vis hier. Ja. Er zwemt hier een vis. Ik heb hier nog nooit gevist, maar ik heb die vis wel al gevangen. Kun je raden welke vis dat is? Kloofies. Ik weet niet. Charlotte. Ja, dat is een karper die ik hier heb uitgezet. Die komt van een privéwater. En dat was eigenlijk kort na de sterftes. Ik wist, er waren wat vis nodig. En het bestand kon aangevuld worden. En ik heb die vis hier nog uitgezet. Dus ik heb die vis wel gevangen, maar niet hier. Ja. Mm-hmm. Maar Charlotte, woorden, dat is zo'n beetje het gemakkelijke allesetertje van de put. Ja, Samen met Harold. En Jippet heeft zo zijn periodicus dat hij ook zijn best kan doen. Ja. Dat hij zo 4 keer op maand kan uitkomen. Want dan is hij ook weer wel een tijd verdwenen. Normaal gezien, als Harold in topvorm is en Charlotte ook, zijn ze er maandags wel bij de vangst. Allee, fantastisch. Zijn er nog plannen met Oasis? Hoe ziet de toekomst eruit? Je ziet eigenlijk dat we bezig zijn en proberen ons water toch altijd nog optimaler te maken. Ja. Door dingen, want dat is nodig, volgens mij. Een goede opvolging, eigenlijk, dat ze nu aan het doen zijn. Ja, en ons water verbeteren. Ja. Komt de pomp, maar door de corona, ze moest hier al zijn, maar door corona is het uitgesteld voor toch sommige momenten in te steken, als gezien dat ons water troebel wordt. En extra zuurstof. Ja. We hebben ook jaarlijks al een probleem dat terugkomt. Ja. Dus, en dat crisis probeert daar nu al jaren een deurlog tegen te voeren. Met dat stro en dat. Het helpt wel. Hè. Dus met herstenstro. Ik laat een afloop ook vol en als de wind naar hinter zit, dan heb ik hem
Want het is nog maar een goede maand dat de pijl eigenlijk weg is. Ja, ja, ja. Maar dat is, ja, dat is groen. Pijl van een meter, hè. Maar dat is open. En als het echt warm wordt, komt dat dan op een ding en wordt dat in een hoek. En zijn we weg. Maar we hebben twee perioden gehad dat bijna zover was, maar dat dan weer begint te regenen en dat het dan weer open komt. Ja. Ons water is eigenlijk klaar, maar onder die laag wel. En wat is dat met dat gerstestro? Ja, dat helpt tegen. Ik heb ooit een keer gelezen dat dat helpt tegen blauwal. En op een donk hebben ze dat ook gedaan. Zowel. Dat is wel ook geminderd ginter. In grote hoeveelheden wel ginter. En, ja, de combinatie gewoon... van kalk ook, hè? Ja, en kalk. Cocolieten krijgen. Ja, 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 ja. Wat, dat met de herfststro, dat hebben we ook gezien in de ventielen kreeg. Ja, ja, maar, ja, maar dat gaat erom net dan, ja, denk ik ook wel. Ja, ja, dat herfststro op het donk was dan de eerste keer dat we dat zagen. En dat is omdat ze zijn dat daar aan het proberen, omdat ze willen daar een zwemgedeelte maken. Mm-hmm. Dat zit ook jaarlijks blauwalg. Ja. En ja, dat herfststro, dan moet ik een paar dagen weken in het water. En dat werd het is een rottingsproces. Ja, en in zijn rottingsproces is dat lekker nog niet. Die algen en wat, je ziet dat ook, hè, als dat er na een tijdje ligt, dat is zo een groen drap rond die bal stro eigenlijk. Ja, ja. Dus op zich zijn algen niet slecht, maar het is het afsterven van, ja, al die algen, de bloem, en toen dat sterft af en eet eigenlijk al de zuurstof op. Nou, dat zijn ons slechtste momenten voor ons water, dan zijn we, ja, hebben we de grootste schrik, ja, ook. Ja, ja. Maar viskweters zijn content, ja, met veel algen, maar ze krijgen veel voedsel, ze krijgen grote vissen. Maar en als het afsterft, dan heb je echt het probleem. Wat blauwe algen zijn, als ik me niet vergis, een van de oudste levensvormen die er nog overzitten, cyanobacteriën. Ah, ja. Dus dat is eigenlijk een vanzelf, er zit er eigenlijk een soort, zoals ik het heb begrepen, een voorloper van cyanide in. Een cyanobacterie eigenlijk. Je vecht tegen de klimaatverandering eigenlijk, maar ja, het wordt erger en erger. Voilà. En wij hebben nog een diepe put op, van diepe put is nog erger voor dat tegen te gaan. Klopt, ja, ja. Er staat een dieptekaart op de website van het VBK. Ja. Dus die, is die op vandaag nog helemaal correct, of zie je dat dat ook evolueert? De correctste is die... Ja, we hebben eigenlijk wel een die iets beter gedetailleerd hier in, ja, de omloop doet. En die, maar, ja, vinden niet op maar globaal gaat er goed naartoe. Ja. De kaart online. Ja, en die grote bodemlijn staan, ja, die vormen kloppen, ja, wel, maar ja, het is niet zo. En veranderen het niet, hè. Gedetailleerd. Het zou zijn misschien een meter ondieper geworden, zo, naar de jaren toe. Ja. Wat vroeger klapten ze altijd van 16 meter, nu dat ga je niet meer vinden, denk ik. Hoe diep? 14,5. Ja, 14,5. Vorig jaar heb ik 14,5 gevonden. Ja. En dat is dan ook like, echt wel één punt. Was ook dat van oppervlakte hier. De grootte van een wagen of vier. Ja, 10 vierkante meter. Ja, ja, dus daar is 14,5, want dat gaat als gebied weer over. Eigenlijk het grootste vlakke gedeelte is allemaal rond de 12, ja, in de midden. Ja, en dan gaat geleidelijk aan naar richting, ja, de villa stek, zo gezegd, gaat dat, ja, naar omhoog. En dat is, dat doet me denken aan, aan zandpompen. Dat ze echt met zandpompen alles uitgraven. Een baggerboot, daar hebben we al verhaal van gehoord. Een baggerboot heeft erop gelegen. Ja, ja, als je al heel mensen zo'n trechter naar aan doet, dan moet je in de tijd wel iets over. Want dat zijn de mensen die zo'n ding zijn. Dus echt met een baggerboot, zeg. Ja. Meestal zie je... Hier, dat weet ik ook van die nieuwe mensen. Hier was er, waar dat die treur wil staan, was er een baan, zo gezegd, waar dat ze in- en uitkosten met vracht was. En dan een andere kant waar dat ik sta, ook. Ja. Dat zijn verhalen dat ik hoor van de mensen van hier in de regio. Van de locals. Ja. En als je dan kijkt naar het diepteplan, ja, dan gaat dat ook. Dat klopt daartoe ook wel. Ja. Als je dat detailleerde diepteplan ziet, zie je dat. Link restanten van een oudere baan, zo gezegd. Ja. Dus een heel mooi plateau om op te vesten. Ja, ja, ja. Dan krijg je een uitstoot. Ja, hier eigenlijk
moet ik zeggen, tussen die stek en die punt, het gaat tot 8, 9 meter. Hè. Maar voor dat water hier is dat allemaal bevisbare grond. Ja. Zonder probleem. Ja. Oké, zeg, hoeveel vergunning zijn er nu op dit moment? Ik dacht 113. 113. Met, zij gaan dat beter met bestuur bij. Dat kan dat echt weten, maar ja, 113. Ja, mensen, ja. Dik 100. En zien jullie daar ook andere vissers en karpervissers tussen? We hebben een paar snoekvissers. Ja. Niet veel. Ja. Hier zit er met 2 of 3 zijn ze. Een collega van mij is hier een fanatieke snoekvisser. En die, ja, die vangt nog hier onder een vis, maar geen grote maat. Maar zelf een meter niet te vangen. Voor een jaar heen? Ja, voor een jaar, nu van de jaren 1 juist een meter, maar er echt over. Dus naar bestand toe, we weten dat er ongeveer 110 karpers op zitten. Was snoek, maar geen supersnoepen. Wat zwemt er volgens jullie nog op? Supervoerend. Enorm voerend. Ja. Grote, maar echt grote. Ja. 40 centimeter voerend. Ja. Die ook hebben boeien de pan. Ja. Ja. Ja, zeker. Maar als je fijn gaat gaan vissen, heb je daar eigenlijk. Dan staat de dobber soms wel een keer te trillen. Ja, ja, dus de top van een ding. Ja. Als je gewoon de zomer penhengel neemt, matchfleuter aan en moet zelf geen grondvoer gebruiken, gewoon een pot maden bij je, om de zoveel tijd wat maden gooien, dat ze gewoon de hele tijd naar beneden dwarrelen. Ja. Dus echt wel, ene keer alles en de andere keer ook niets. Hè. Dus als je echt in de school valt, is het alles. Dus en alles grote. Zit hier gegroepeerd in school. Misschien een Belgisch record voor. Er zijn nog grotere waters waar we dat aan tegenkomen, denk ik. Maar voor een gewone vijver hier in de buurt, ze zijn echt wel groot. Ja. Het zijn eerder voorzien dat je op de rivier hier zoet verwacht. Ja. Dat, en niet op een vijver. Zeelten, een mooie grote zeel. Ja. Mijn grootste is hier 4 kilo 800. Ja, dat is het. Een kleine anekdote. Ik heb ooit op een matchwedstrijd mijn grootste voren gevangen. En de visser naast mij riep zo, amai, zo'n voren. En ik steek hem even in de lucht om hem te tonen. En ik les. En hij begint te spartelen. Ik heb hem dus naast mijn net gegooid. Dat is zeker 2 kilo vis gemist. Cruciaal, cruciaal. Dat is eigenlijk mijn grootste voorn ever. De VBK, wanneer ze is op toneel verschenen en hoe was het de voor? Was dat je als Jerry begon te zijn, heb je 17 jaar. De eerste keer dat ik hier stond. In die oude borren hier nog. En dan moesten ze gezegd hier wat verder in een cafeetje of zo. Kosten voor een vergunning regel. Maar ik heb ook een afdrijf. Want ik moest lid zijn van de VBK. Ik was dan nog mijn gast, ik wist niet hoe of wat. Hoe dat zat, ja. Ja, hoe dat zat. En dan, ja, dat was in de sterren. Ja. En dan de eerste jaren moesten de vaste leden zo gezegd iemand meebrengen. Een NVT meenemen. Voor 24 uur was dat dan. En zo ben ik hier de eerste 2 keer beland. Ja. En het jaar erachter dan een vergunning gekocht. Hè. En ervoor? Ervoor was dat een open water van de Moortel en een oud manneke die hier tegen de woonde. Want die Turken 3 keer. Ze hebben hier ook nog wedstrijden gewust. Je had wel zicht op de put en als hij zag dat er een toe kwam, kwam hij met zijn fiets tot bij een ding en mocht hij. Wat was dat in tijd? Ja, zijn nog goed nog wedstrijden. Ja, nu, dat was goedkoop, echt. Ja. Was dat hier je kon dat in een halve dag en een hele dag eigenlijk kopen. Zo. Dat was dagvergunning. Cyrielke, ja. Maar nu was die er niet meer. Nee, Cyrielke is al een aantal, heel pakken ook. Ja. Ja, niet meer bij ons. Nee. Oké. Okay. Er zitten ook koois op, denk ik. Hè? Ja. Van dat er één heel zeldzaam wordt gevangen, de rode kooi. Ja, de ruïne, inderdaad. En jij hebt hem gevangen? Ik heb hem vorig jaar gevangen, inderdaad. Maar is er dit jaar ook al uitgekomen? Voor Christophe de Klerk. Maar ik denk dat. Ik heb hem op bodem gehad. Ik denk dat het bij Christophe floater was. Maar ja, bij mij. Als ik hem had, was hij er 3,5 jaar niet meer uitgekomen. Dat stuurde je dan alleen. Dat was de laatste keer van Kenny, die nacht, de voetbal. Die nacht
Allee, dat was het alleen met om te zeggen, dat weekend eigenlijk, dat er overal in België verschillende vissen waren uitgekomen dan er al lang niet meer uitgekomen waren. Ja. Onder andere Jumper ook. Ja, 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 ja. Op Kelterhoef. Ja. En dat die zei, allee, dat is toch raar. Ja, dus, ja. Je had er nog een aantal, hè? Ja, ja, een paar dan echt al meerdere jaren van onder de radar waren. Meer dan allemaal dat weekend. Dat? Ja, ze moeten kijken naar mijn boekje. Het staat opgeschreven. Van buiten weet ik nu niet een datum, maar het staat wel opgeschreven. Dat ben ik zeker. Maar wat meer uitleg bij dan anders. Het is wel belangrijk dat al die vissen dat allemaal zo kennen. Zo. Like, dat is voor mij een heel andere vissen dan zijn, dat. Zijn vis ook. Ja. Die cookie dat hij vorige week gevangen heeft, ik zat hier ook. En toen had ik nog een namiddag gezegd van, ik ben hier voor een reden, want ik heb vorig jaar die een dag cookie gevangen. Ja. En hij vangt twee jaar, een jaar later dezelfde dag cookie. Ja, ja, ja. Dus ik heb dat ook nog gehad op andere water. Dezelfde hier heb je dat wel. Ja. Als je de jaren met elkaar vergelijkt en het weer met elkaar kunt vergelijken, kun je erop verder gaan. Ja. Je kunt er zeer goed op verder gaan hier. Ja. Dus, heb je dat nog meegemaakt op andere water ook? Ja, maar minder. Minder. Was het vorig jaar toevallig? Wat? Van. Die cookie? Dag, nee. Nee, nu vorige week. Ja, en die cookie? Die cookie was. Ik had hem het eerste weekend. Allee, de nacht van 1 november. Oh, en hij had hem een dag voor 1 november zeker? Allee, hij had hem een namiddag. 31 oktober. Ja, en ik had vorig jaar 31 oktober om 11 uur s'avonds. Ja. Ik stel die vraag omdat ik het op andere wateren, op verschillende andere wateren ook nog heb meegemaakt. Ik heb op de Damse Vaart ook nog vissen teruggevangen in dezelfde week, op dezelfde stek, met 1 of 2 jaar tussen. Hmm. Gewoon met het idee van, die vissen zitten nu daar. Of terug naar daar. Ja, en hoe, je kunt er echt dan je klok op gelijk zetten. Hè. Ja. Dat viel echt wel op. Hè. Als je dat bijhoudt. Ja. Is dat een enorm goede bron van informatie, denk ik. In mijn ogen zijn er hier een paar grotere. Waardoor je er echt als je ze wil vangen, moet je er rekening mee houden. Hetzelfde van de grote is juist nu nog de warrel dat ik moet hebben eigenlijk. En dan was er nog een andere dat op mijn lijstje stond, dat was Venus. En juist hetzelfde verhaal. Ja. Ik wist, dat is al van een paar weken terug. Mijn kameraad vorig jaar, die week, die dag, kom weer toe. En s'avonds was vandaag. Fantastisch. Ja. Dus ja. Zouden we dat kunnen doortrekken, tactisch, als tip voor andere vissers, om zeker die informatie op te zoeken, zelfs al is het een ander water. De informatie is er in ons vangst. Ik ben zeker, Steven doet dat enorm veel. Ik doe dat nu ook al een tijd. En dat klopt, ja. Zeker, ik denk dat het meer is op die druk bevestigde dressuurwater. Ja. Maar je moet alles goed bijhouden, zelfs tot weer toe. Ja. Allee, of de druk bevestigde water. Ja. Ik weet het niet over een vijver, het kan ook aan alles zijn ook. Want dat nu terzijde, maar ik heb het nog een plaats waar ik het veel tegenkom. Ja. Dat ik gewoon eigenlijk kopie van een kopie van een kopie doe. Ja. Maar ja, je raak wel aan je vissen op die manier. Ja. Als je goede kopies meer pakt, wel. Inside information. Maar vooral hier, ja, en zeker als je wilt naar die mijno, als je wilt rapper die grotere vangen, hoe luisteren wanneer dan die anderen gevangen zijn? Dat gedaan, ja. Dat is nog een onschuldige vraag die je kunt stellen. Hè. Veel mensen gaan dat niet door hebben, denk ik. Van wanneer heb je die vis gevangen? Ja. Dat is oh, chic. Die stak hier. Dat moet ik meestal nog niet weten, want kijk, het was ook niet dezelfde stak. Kijk, al voor Koekie had ik vorig jaar daar. En nu ving lief naar hier de stak aan de andere kant. Maar ik weet wel dat hij graag hier in die zone uitkomt. Ja, voilà. Dat die van die drie stijgen gaan zijn. Ja. Dat weet kun je ik ook wel. Volgen, hè, ja. Maar ik ken ook een vijvertje in Baal. Maar daar kun je ze alleen maar van mei, juni. Want toen begint de planten te komen, begint natuurlijk voedsel te boomen en het is om zeep. En toen is dat gedaan tot mei, juni het volgend jaar. Dat is ellende. Echt, kom je dan in 5 jaar bezig. Ja, het
zeg maar 6 kwepjes op, ik heb er altijd maar 3 van. Ja. Heb er dan toch al 3 van gevangen? Ja, ja, ja. Want, maar dat zijn ja. Natural feeders, dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Je moet boilen, zo, wat hij er nog tegenover. Ze kennen dat niet, dat interesseert hen. Dat is een interessant thema. Hè. Er zijn zoveel andere mogelijkheden die we eigenlijk laten links liggen, omdat we zo gewend zijn om op bepaalde manieren te vissen. Ik herinner je nog, Thomas, jij moet dat zeker nog weten. Een product van de International Zoo Veterinary Group, en dat noemt Gel Diet. Herinner je dan nog? Hebben ze nog bij me. Ja. Dat zijn grote emmers poeier die je kunt bestellen. En dat is ontwikkeld om vissen te kweken. Door de International Zoo Veterinary Group moet er low water bij doen. En dan worden ze een pasta. Een soort bijna iets harder dan confituur. Maar je kunt het effectief als zacht aas gebruiken. Het is misschien een substance. Ja, en het is twee. Ja, God weet. Ja. Maar het is... twee soorten, een vegetarische en een niet-vegetarische. Kijk, ooit toen dat ik nog, nu mogen ze wel weten, de feiten zijn verjaard, en ik heb een paar kilo meegepakt, het Sea Life, waar dat ik meer dan 20 jaar geleden werkte, en Thomas ook trouwens, om dat te gebruiken om mee te vissen. En effectief, dat vangt dus goed, hè. Dat vangt goed. Allee, ik heb heel dikwijls op die site van de Zoo Veterinary Group gezeten, met het idee van, ik ga dat toch nog een keer bestellen. Ja, 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 voilà, voilà. En ja, dan denk ik alweer verder. Ja. En dan denk ik meer naar de reden. Vangt dat niet goed? Omdat het zacht is. Omdat het gemakkelijk kan opnemen. Ja, het kan je wel. Ja, inderdaad. Maar ik denk, al die factoren, al die triggers waar een vis op kan reageren, want uiteindelijk het is altijd dezelfde vorm en dezelfde grote orde met een smaak en een geur. Dus het is eigenlijk... heel snel duidelijk voor die vis dat het gevaarlijk kan zijn. Maar dat weekt zo af naar vorm, naar geur, naar smaak, naar textuur. Het is een ander lekker gerechtje. Ja, waar je zo echt iets anders mee kunt doen. Het is wel kwetsbaar. Het is echt kwetsbaar naar andere vissoorten. Ja. Dus dat maakt het lastiger naar onze routines. Maar ik denk dat er zoveel andere vissoorten zijn. Ik heb ooit iemand in een heel druk bevest watertje toendertijd, halverwege de jaren 90, het waggelwater in Brugge. Dat is nu volledig dichtgegroeid, verwaarloosd. Ik weet zelfs niet wat er nog vis in rondzwemt. Iemand met vlinders zien vissen. Op karper. Ja, en vangen, hè. Ja, ja. En veel, hè. Die wist iets, die had iets gevonden. En die visten met vlinders aan de oppervlakte. Ja. Maar we zullen het straks nog over de substance hebben. Ja. De substance. Ja. Ja, maar ik ben toen voor de dat straks een keer erover hebben. Dus of ik het nu erover hebben. Nee. De substance is in Engeland is er de laatste 5 maanden een hele ruil over de substance. Dus het is begonnen met de matchvissers, carpenters, matchvissers, die duizenden euro's kun je daarmee vinden, dus die man leven ervan. En die doen het wel in hun spot, hé. En de carpers komen gewoon aangezwommen van de andere kant van de vijver. Die winnen al die matchen. Met 5 keren, 6 keren zoveel als die andere vissers. En nu is de roddel dat die man synthetische hormonen in die liquid doen. En die karpers er wat reageren. Maar synthetische hormonen, ja, dat is niet wat je in je water wilt, denk ik. Dat is niet wat je wilt zwemmen. Dat is niet wat die vissen ook niet opeten. Of hoe dan ook. Of de dieren drinken van dat water. Dus dat is een hele raar. Nu is er een van die matchvissers in een podcast geweest. En hij zegt van, wij gebruiken geen hormoon, maar wel een edge. Die werkt. Hé. Maar natuurlijk, ja, de achterdocht blijft groot. De jaloezie is zeer groot. Maar het is een revolutie, grote orde, de hair, de boilie op die manier. Hé. Maar natuurlijk, ja, het wordt allemaal heel stil gehouden, er is heel moeilijk aan te geraken. En ze willen ook niet dat iedereen, dat al die karpenvissers massaal beginnen synthetische hormonen inkopen om dat in de voer te doen en uit te gooien. Dus het is allemaal als een heel hush-hush. Maar ik heb bijvoorbeeld, als je naar Engelse podcast luistert, naar de carp, de
Carp Fishing Chronicles. Dat is een hele podcast, een uur na een stuk gezaag over de substance. Over dat dus. Ja. Dus en niemand die het echt weet. Niemand die het echt weet, er is geen bewijs, er is niks, maar het zou echt wel werken en revolutionair. Was er, wat ik wel raar vind, dus je gebruikt dat voor wedstrijden. Ja. Dat voer nog niet, of de haas nog niet. Allee, hoe moet ik dus zeggen? Het is een wedstrijd, een stal van genoemd is. Ja, wel. Het wordt gebruikt in een matchfishing en in Engeland wordt dat redelijk serieus genoemd. Want dat was serieus genoemd. Die wedstrijden gaan over echt bedragen met keren. Die man beschermt onder emmers met voeren dat er geen een die emmer meepakt om mee te pakken naar de labo. En ik heb gekeken, wat steken die daar eigenlijk in? Ja, maar ik bedoel de organisator zelf. Ja, de organisator zelf bleven zeer stil blijkbaar. En de fishery owners bleven allemaal zeer stil. Terwijl dat is eigenlijk maar moeten weten wat dat er allemaal wat er in onder water gebeurde. Ja, ja. Maar kijk, maar hou je vast, als het zich verspreidt, denk dat er drie scenario's mogelijk zijn. Oftewel, als het echt verbieden. Nee. Oftewel wordt het een rage, oftewel bovenuit. Het was zoiets in. Ik vermoed als het uitkomt dat het weer niet lang gaat meegaan. Ja. Met andere goede producten en komt het weer op de verboden lijst. Zoals ja, het van de eerste zotte periode zit dus, iedereen op de lijst van dat spul. Ja. 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 Dus, vroeger had je ook zo'n product, ARP noemde je dat. Ja. En, nooit van gehoord. Nee, Je hebt er veel mee gevangen. Ik heb er niet mee gevangen. Ik begon die tijd met karpervissen. En die tijd dat ik begon met karpervissen, werd dat verboden voor te gebruiken. Ja. Want dat wist ik wel, ik ga nu geen naam noemen, maar een paar grote vissers in die tijd. Visten voor firma's, maar dat werd bijgedraaid in andere mix. Ja. Die matchvissers zullen dus een link hebben met de medische wereld. En dan zo op die manier aan die hormoon, of niet hormoon, dat is dan in Noorwegen weet ik dat ze een paar serieuze onderzoeken gedaan hebben, universitair onderzoeken, naar waar reageert een karper nu eigenlijk echt op. Ja. En daar kwamen twee zaken continu naar voren. Hoe dat ze het ook het experiment deden, dat is alles wat dan met banaan te maken had. Ja. Banaan was echt iets dat ze eruit selecteerden, zelfs tussen andere voedselparticles. Dat en alles wat in de range van Scopex zat. Krul was een goede derde, maar het verschil tussen krul en banaan en Scopex was de instantwerking. Bij krul was er wat meer gewenning nodig. Ja. Maar dat viel wel op en dat is op verschillende momenten door verschillende onderzoekers bevestigd geweest. Dus zijn dan echte flavors? Alles wat dat in die range zat. Food liquids. Ja, echt. Alles wat dat in die range zit. Smaak, geur enzovoort. Ik ook hydrolysaten dan. In Amerika proberen ze die karpers bijeen te krijgen om te vangen en te vernietigen. Niet omdat het te veel zijn. Ja, dat is Australië hetzelfde. Voilà. En daar gebruiken ze maple en hormoon. Om die karpers eigenlijk bijeen te krijgen en in een bepaald gebied en eruit te kunnen testen. Ik weet in Australië, in de tijd was dat een soort pellets dat ze hadden met verheffen. Maar het probleem is dat ze die pellets dan niet ophouden en dan zijn ze daar beginnen fenugreek aan te voeren. Ja, fenugreek. Als lokker. Ja. En die pellets. En dan eten ze wel, ze eten de rij gewoon dood. Ik weet niet wat dat is. Fenugreek is een kruid. Ja. Er zijn heel oude hengelsportboekjes, zo echt de jaren 50, jaren 60, hoe dat in staat, fenugreek. Ik heb ooit... Ik ben een redelijk grote fan van. Hij gebruikt dat nu toch? Dat zit hem in boelies. Ik heb ooit de tip... Binnenkort iedereen. Dat beginnen ze. Het is geen groot geheim, eigenlijk is dat allemaal beginnen vangen. Dat is ding dat Frederik zegt. Sla alle oude grote karperboeken, Rini Grootheis, dat staat daarin. Ja. Staat er zelf een heel uitleg in van zijn werking, van dat percentage, hoeveel dat je dat moet gebruiken. Want als je dat in het hoge percentage gebruikt, slaat dat om naar een bittere smaak. En dat knapt ze daarvan af. Ja. Er zijn
vrij gek genoeg een aantal heel goede karpenvissers dat ik ken, zijn koks. En die zijn heel goed in het combineren van smaak met geur. Ja. En dat zijn heel succesvolle karpenvissers. Die moeten het ook niet verzoeken. Die moeten echt niet verzoeken. Die zeggen van kijk, het meeste dat je echt goed kan gebruiken, ligt vlak voor je neus en kun je eigenlijk in de winkel krijgen. Ja. In de supermarkt. Dat is zo. Ja. Dus een kleine anekdote weer. Ik heb ooit op een watertje gevist, redelijk hard bevist. En ik ging altijd de vrijdag op de zaterdag gaan vissen, de nacht. Ik vond een hoek waar de vis massaal in aanwezig was. Ik vis met een standaard boilie, ik vang één vis. Ik zeg, dat kan niet, dat is veel te weinig voor het volume vis dat er lag. De week nadien blank ik, maar er zat nog altijd even veel vis. Ik ben naar de winkel gegaan, ik heb een zak vrolijk gekocht. Ik heb de vrijdag daarop opnieuw gaan vissen, ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb letterlijk de ene karper naar de andere gevangen. Met simpele, vrolijk in stand te vissen. Ja. In Rod Hutchinson zijn Sea, ik weet niet wat, zo'n legendarisch basismeel. Shellfish? Ik weet het niet. Dat was Purina. Purina onderbroken. Ja. Ja. Ik weet niet meer hoe dat noemt. Ja. Ik ben niet een grote. Als professor. Als professor. Ik weet alleen de substance. Ik ben door de loop der jaren wel veel bezig geweest met alles, maar meer link dat Frederik zegt. Ik zoek het simpel. Ja, ik persoonlijk, mij kunnen zet mij in een Pakistanse supermarkt of een Chinese winkel of daar, ik ga me daar veel meer amuseren dan dat je mij in een viswinkel zet met flavors of met liquid. Dat is ook een manier om met vissen bezig te zijn, terwijl je niet aan het vissen zijn. Ja, inderdaad, maar ik zoek het ook meer, denk dat jij zegt, gewoon de simpele juiste combinatie van. Ja. Het zit hem niet altijd. Zo simpel is soms. Voor mij is dat zo complex iets. En wat hij allemaal zegt, hydrolysaten, ik weet niet wat dat ik gewoon wil hebben. Ik ga daar nog niet mee bezig. Ik ga gewoon maplepies in het water. Het laatste seizoen moet ik er mij terug niet meer mee bezig houden. Ik vis voor een firma, dus ja, dus ook er mij momenteel niet mee bezig. Ja, soms met de baas zei van die firma, staan we wel een keer te brainstormen. Maar uiteindelijk ja, neemt jij de beslissing. Nee? Wij hebben daar niets over te zeggen. Ja. Mark had sumo beach. Ja. En hij doet paranoid beach ook. Maar daarvoor hebben we wel een periode geweest dat ik eigenlijk die 3 jaar ervoor vis ik alleen maar met mijn eigen boelies. En de laatste jaren, ik heb 2 keer voor wat gevist, maar die tussentijden heb ik gewoon iedere keer niet gedacht van ik ga dat niet kopen of dat niet kopen. Nee, maak het liever zelf dan. Ja. Moet er echt 100% achter staan of zelf maken. Ja. Ik heb ooit nog zo'n matchvisser geweten ook en die won altijd. Nee. Hij gaf zelfs zijn emmer met voer aan de andere matchvissers. Hij zegt, hier zegt hij, kijk maar, probeer maar te zien wat dat erin zit. En niemand kon het raden, En op het moment dat hij gestopt is met karpervissen, kreeg ik out of the blue, ik had hem nooit gevraagd, een mail met, dat zit erin. En je moet het zo klaarmaken. En het zat hem vooral in de bereidingswijze, want de basis van alles was maïsmeel. Maar hoe dat je die maïsmeel bereidde, vooraleer dat je het in het voer deed, dat was het. Ja. En wat dat eigenlijk deed, was heel veel van zijn ingrediënten roosteren. Dus eigenlijk een stukje al gaan helpen afbreken en dus veel sneller verteerbaar gaan maken. Dat roosteren, ik heb ook wedstrijdvissen gedaan. Ik doe dat ook. Op platen in de oven steken. En je moet daar dan de hele tijd in roer met een oud lepel of je krijgt een korst aan de bovenkant. Dat is gewoon, het is dat gebrand. Ja. Die gebrande geur, dat is iets vooral voor voerens. Ja. Ja. Voor grote voerens te vangen, iets dat geroosterd is, ja. Nog veel
Maar ja, kijk, het is koken, hè? Ja, de kokenpot krijgt. Dus vanavond allemaal Njam TV aan opzetten. Rooster. Nee, maar dat rooster wordt. Zie je dat je boven valt. En wat je zegt, dat roosteren van de man, waar ik het ook van geleerd heb, ja, ik heb nooit dat niveau van wedstrijden gewust, maar ja, die gasten hebben meegedaan aan EK, WK. Ja, dus ja. Allee, ja, die gasten weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Absoluut. De resultaten liggen er niet op. Nee, absoluut niet. Zit hier nu met hoeveel abonnement? Onder 13? Ja, zoiets. En heb je een probleem met overbezetting? Of, het valt in de reden. Het heeft wel een keer een periode nauw geweest altijd. De eerste maand. Denk niet dus echt anders. Jaar, 10 man onder een boel moeten pakken heeft en naar huis gegaan is voor diertoegang bijvoorbeeld. En de sfeer zit goed? Ja. Bij wel, dat moet ik niet zeggen. Ja. Ik denk wel dat dat hier een toffe put is voor alle vissers. Okay. Ja. Als ik dat hoor zijn, toch? Ja. Dat is mij ook. Iedereen is ook redelijk wie dat is. Hey, op een ander water zou je wat. Ik zie dat zo. Hè. Op een ander water zou je wat geheimzinniger zijn over je vangsten. Of hoe, of wat, of dat. En hier gaat er wel redelijk open met elkaar van. Ah, het gaat beter voor de moment met dat of zo. Ja. Of voor de moment krijg je meer beet op die diep. Ja, we zijn nog redelijk open met elkaar. En langs de andere kant, dat helpt iedereen. En iedereen is gelukkig, want die vangt op die manier af en toe zijn vis. Ik heb dat hier ook wel. Allee, ik ben hier al een paar keer. Het is een ethiek dat je eigenlijk overal zo moet nemen. Ja, ik heb een jongen gehad. Die had hier 241 visuren. Die ving geen vis. Die zat bijna met de tranen in zijn ogen. En hij zei, ik ga terug naar mijn runwater. Ik zie het niet meer zitten. Ja. Ik heb naar zijn montages gekeken, naar zijn as gekeken. Zijn vis zo en zo en zo. Dezelfde dag is de vis beginnen vangen. Ja. En die jongen vist hier nog altijd. Dat is gewoon, hè. Het zijn vooral die kleine spots, hè. Hier. Als de bodemvisserij wil dan, moet het, hoe moet ik het zeggen? Kan het maar op één manier zijn. Moet je het juist doen. Als je het hier niet op de juiste manier doet, door die hengeldruk, zit er gewoon veel voor pietsnot. Mm. En hoe correcter en hoe juister dat je het doet hier, hoe succesvoller dat je gaat zijn. Allee, dat denk ik. Tenzij dat je de substance hebt natuurlijk. Ja. Zeg, wat is een goede rig voor hier te vesten? Ja, een goede rig, dat totaal niet werkt. Standaard, zo simpel mogelijk. Ja, het ging tien jaar snowman geweest. Gewoon een bodemrig met een her, alleen met een blondie, gaat ook doen. Het enige wat ik hier vind, persoonlijk, ze zijn, en ik denk dat dat te maken heeft met dat heel die nieuwe generatie van karpers hier, zijn meer opgekweekt met pellets, maden, dadden, en gevangen ze gemakkelijker met klein ras. Ja, oké, dan ben ik ook. Dus, maar het is rigs, ik zie alsmaar meer en meer die ingewikkelde rigs toch een beetje van het toneel verdwenen. Ik denk dat we allemaal een beetje over dat punt heen zijn, waarschijnlijk. Ja, maar iedereen heeft er zijn variant van, maar ja. Die Ronnie-rig is voor mij toch niet weg te slaan. Ik gewoon niet alleen voor die rig, maar gewoon het gemak ervan, van die haten dat je kunt veranderen. En, Ronnie rig en multi-rig. Vind ik zo super. Ja. Gewoon. Het is heel erg. Snel en efficiënt. Ja, en overal inzetbaar. Je kunt er eigenlijk heel veel kant mee op. Maar ik kan wel op twee manieren eigenlijk, voor op een bodem en voor op. We eigenlijk met wafters te vissen, in plaats van met pop-ups. Wafters is ook iets wat ik enorm ben beginnen appreciëren. Ja, de laatste twee jaar, normaal, kijk, echt, denk tot twee jaar terug. Vier seizoen bijna alleen maar uitsluitend met pop-ups aan mijn naak gevist. Dus ik weet niet,
in 2017 smeet hier een Ronnie regen met een pop-up en dat liep af. En dan ja, 2 jaar niet meer terug geweest. Ja, dan terug weer vergunning genomen. En dat ging gewoon niet. Ja, kom ik, hè. En dan ben ik begin. Ik zei ja, ik ga toch nog uitgebalanceerd doen. Dan ben ik begin omschalen naar die wafters. En niets veranderd, hè. Kleur hetzelfde gebleven. Dat de, en dat je nu zegt van allee, dat die wat is die 2 centimeter, dat nu verschil maakt. Ik denk dat meer te maken heeft, ze komen erover en dat ze gewoon door hebben dat die pop-up rust te veel wapper. Ja, als verstaan? Ze zien, zijn hem gewoon te veel gezien. Maar gezien, maar dat weet ik nu niet zo. Het loopt zoveel niet af. Dan zou het zoveel niet aflopen ook. Ja, ik denk dat meer te maken heeft, ja, de beweging ervan. Want wat dat hier soms is, als ze komen al azen op je stek, kan het wel vrij agressief zijn. Dat is echt een boel komen om. Ik noem ze hier stofzuigers. Ja. Dus daarmee ja. Als ze los gaan, dan. Ja. En dat zie je soms. En dan. En het is beter. Ja, dan is het van de jaren ging gewoon best het simpelste. Ja. Met zijheid. Ik gewoon het simpelste. Okay. En ik heb ook jaren niet met pop-ups gevist. Dat ik echt een potje cadeau eigenlijk kreeg van iemand die ze zelf maakt. Forgotten Flavors, dit er. Ja. En ik echt, mijn middenste hengel, ik viste op het water met 3 hengels. Dit was de enige hengel die afliep. De ene met die pop-up die in het midden lag. Dat was eigenlijk de minst goed geplaatste. Ja. En dan ben ik enorm veel dezelfde evolutie met pop-ups beginnen vissen. Maar eigenlijk dan ook. Na een jaar of 2 afgezakt naar de wafter. Gelukkig gezegd, match the hatch. Maar het is beweegt. Het heeft het voordeel van een pop-up. Maar het valt zo niet op. Het is dit gebalanceerde gelijk een pop-up, maar inderdaad, het valt zo niet op. Inderdaad, dat is iets wat ik, zeker in de winter, is dat iets wat ik heel gemakkelijk kan meepakken. Ik denk dit jaar, er zal nog niet veel een gewone grondboelie. Aan mijn herhang, dus bijna alles op wafters, maar niet alleen hier, hè. Gewoon overal waar ik van de jaren gevist heb. Ja. Is er iemand die ooit met choddies gevist heeft, of nog vist? Ja, maar mijn korkbals zelf, want als je wilt een footbait pop-up hebben, dat wil even aarlinken, kun je alleen maar korkbals maken. Ja. Als je 100% hetzelfde wilt, denk dat hij voert, kun je alleen maar korbals maken. Ja, dat is wel. Hij is ook veel beter voor de vis, hè, want een gewone poppen, er valt ook zo die groen. Ja. Een korbal is echt fish saving. Ja, choddies. Choddies, dat was voer. Ik heb nog nooit het wel gevangen met choddies. Ja, hier. Oh, Jelle van Dalen heeft Jelle, hier alle vissen gevangen op een aantal jaar. Door Jelle dat begin. Zijn die verplant nog niet, dus wat zeg je? Nee, maar je zit hier met een vredelige bodem van de steen. Ja. En daarvoor is het. Kijk, van waar dat hij hier zit, tot daar, tot aan die andere boom, is dat hier allemaal tot 7 meter diep. Steen. Baksteen. Oké. Okay. Dus je kunt daar maar 1 ding op leggen. Ja. Dat is een choddy. Oké, ik ben even. Change of tactics. Change of tactics. Wat dat was hier. Maar daar is. Denk dat jij aan het vissen zit. Hij zit op uw boot. Ja. Ik bedoel echt, dat is van die rietgras. Dat is de hele kant. Tot dan niet een boot. Wat moet je zien te leggen? Vanaf de kant. Tegel zeker. Beton tegels en ik weet niet. Hier zit echt baksteen. Je kuist hier steen naar je nest. Ja. En al zijn overschot duwde hier gewoon met een buurt. Met een bakwaal, hè? Dus daarmee dat hier zo 2 meter over ligt. Vickers kwam die hier per dag niet met zijn bakwaal verhuren vanuit die container. Zo, iedere dag een stuk of 10 bakwaas dan erin ging. En dat, als je dan een markerfleut uithaalt tot 7 meter diep, toek. Lezen. En iets dieper gaat rond de 7,5 meter, begint het gewoon bodem te komen. Je wil niet weten wat het er allemaal in zo'n vijvers ligt. Ja, hè. Kinderen die passeren. Een wc-pot. Daar staat er een wc-pot op. In een watertje in Brugge is ze ooit even het water afgelaten voor wat
Woonrood aan de Vever te doen. En zijn er echt nog oorlogsriffen van de, uit de Tweede Wereldoorlog op de bodem opgedoken. En grote dingen mee, echt stukken kanonnen en zo. Oh, dat zit hier. Ja. Ik denk dat in West-Vlaanderen nog zoveel, in al die jaren nog altijd zoveel terugvinden. Ja, als ze in die boeren, als ze het veld omhoog, konden ze soms botten naar boven. En toen moesten ze zo'n dienst bellen die dan komt. En die dus die botten meepakt en in een heel zet. Dus ja, dat is een heel gedoe. Dus die boeren spitten dat gewoon weer om. Ja, het zou. Ja, maar ze pieren zo, behalve bij die obus, dan moest die obus moest dat was, ja. Ik heb nu gezien de laatste keer op televisie, dat die nu blijkbaar soms de boeren echt zo like, een ding hebben. En dat ze dat zelf meepakken van ander land. En dat is een kotje, dat is een ding en zo, zeg. Allee, want dat is... Allee, bij de rest. Ontplof maar samen, kom. Ik ben ooit nog bij een boer geweest die een doosje had met allemaal trouwringen, dat hij om uit te ploeg had. Ja. Ja. Trouwring van gesneuvelde soldaat. Ja. Dat is wel even slikken om dat te zien, hè. Want hij zit daar zo te vissen aan de ijzer en dan... Dat weet je gewoon, oh, misschien zit er hier zit ik 2 meter boven het lijk van een soldaat. Hè, ja, ik ben en wat het veel kans zou dat daar. Allee, ik wil dat niet posten. Nee. En eerst nog. Wil ik de vragen doen? Ja, ik zit erop te wachten. Ik heb mijn gsm ontmaakt. Ik ging uw hengels verspreid en zo, ging hem daar toch niemand gezet hebben voor het moment. Ik ging één hengelke daar gezet en één hengelke hier. Je wacht niet dat het wat vangt. En als we hier komen en al direct het wat vangt. Nogthans, de laatste vis dan zijn uitgekomen, zijn allemaal hier juist vlak naast. En de meiden hier. En duwen eigenlijk tussen, hier. We zitten er wel tussen. We zitten al sinds tussen de twee laatste plekken. Je voelt dat de kool aan het vallen is, hè? Ja, nu een beetje, ja. Ik heb 40 vragen. Ik ga 2 dobbelstenen. Dat is weer Chris. Elk op de beurt, ja. Ik heb al een beetje aangepaste vragen. Hoeveel pasvragen zijn er? L3. Geen jokers. L3 pasvragen. Er zijn 2 dobbelstenen van elke 20. Dus de vraag 1 kun je niet hebben. Die bestaat ook niet. Wie gaat er beginnen, Chris? Ja. We willen zwierelen. Voilà. 19 en 11, dat is 2030. Geloof je in geesten, Chris? Niet echt, nee. Ah, ja, oké. Nog niks meegemaakt aan de waterkant? Nee, nee, spooky, niet speciaal. Spooky stories, kom aan, Chris. Nee, geen spooky stories. Dat is wel het. Maar wat dat ze niet zien, is dat hij helemaal wit trekt en begint te kijken. Dat denk ik niet. We noemen hem ook de wit, hè. Ja. Ghost. Ik heb wel een spooky story. Dat had nu niet echt toegevest. Maar mijn vriendin had de hamster Freekje. Op kot. En dus dat beestje had uitgevogeld hoe dat hij zijn kot kon opendoen. En toen kroop hij onder het bedden en dan maakte hij een hoekje een nestje. Dus ja, ik had die hamster en dat kotje teruggestoken, dat slotje vermaakt, dat hij dat niet meer kon opendoen. En een nacht kom ik thuis vanuit te gaan, te 3 uur 's nachts, en ze zit recht op in bedden. En ze zegt, Freken is ontsnapt, Freken is ontsnapt. Dus ik kijk in een kotje en ik zie Freken liggen. Ik zei, nee, Freken is niet ontsnapt. Maar ja, ik voelde hem onder mij doorlopen. En 's morgens was die hamster dood. Dat is toch... Dat was dus zijn geest die... Ja, weg was. Ja, oftewel waren het al zodanig gewoon dat Freken er al zoveel passeren. Ja, dat het iets anders was. Sorry, ik ben een realist. Oké, goed. De volgende. Lieven. Hetzelfde. Nog een keer, dat is niet het geval. Zie de geest weer al hetzelfde. Hoe groot is de kans? Werpen, boot of baitboot? Werpen. Ja, omwille van het pure. Ik heb vroeger altijd op hele smalle kanaaltjes gevist, schelden met andertjes. En dat was altijd, ja, vroeger een boot. Wij hadden de cent nog niet om een boot te kopen als we jong waren. En dat was altijd werpen. En zo heb ik leren werpen tot op 10 centimeter van de takken, de struiken, mijn spots. Ja, en ik blijf daarbij.
Een moeilijke stil vind ik ook wel het aan gooien. Want er zijn veel mensen die tegen mij zeggen, Steve, zei ook, gooi met je clip. Ja. Ik ga met 2 meter met schoenen in de clip. Het is gewoon niet meer weg te denken dat van vandaag. Ik gooi en ik lig altijd op mijnzelfde spot. Dat is zodanig van die obstakelvisserij. Wat ik nooit begrepen ben, is waarom iedereen altijd freakt op die lijnclips. In oude boekjes zie je dat mensen gewoon een ring uit een binnenband van een brommer knipten. En dat, ze gooiden uit op de juiste stek. Ze deden die ring. Ik wist erop. Gewoon dat je daar ging over moet. Is dat? Ja, is dat? Ik heb je nog een jeugdkamp voortdoen aan die jonge gasten. Nooit lijnschade. Nooit. Bestaat niet. Ik heb mijn clips veranderd. Dus ik heb er zelf, omdat ik ook van die oude dui was. Ik heb daar nu allemaal veranderd mee van die veerkens. Ik kom niet zo schade aan mijn lijn. Dus. Nee, ja, maar ik kan er niet aan doen. Het is old school. Ja, old school. Ja. Bij mij is dat gooien en rem met de vinger. Is het, vlak boven het water is dat afrem, hup en zakken en ik lig. En heb je beetboot? Nee. Ja, ik wou. Ja, maar nee, de puurheid ervan. Dat is de max. Er zijn ook situaties waarin je een beetboot eigenlijk niet kunt gebruiken, vind ik. En dat werpen, dat is inderdaad een stil. Dat is iets dat verloren gaat ook. Ja, sommige vissers die dat niet kunnen. Hè. Vroeger. Dat zijn dat ze niet kunnen toch. Ja. Nog veel filmpjes bekeken van Frank Warwick. Ja. En de katapult, voilà. Zo heb ik nog onder de takken geschoten, waar ze vroeger met de boten, of nu met de boten ondervaren. Ja. Omdat je er anders niet kan vissen, is dat bij mij al schietend onder de takken. Het probleem is natuurlijk. Je moet eigenlijk aan je tuin leren, nee? Want als je het leert aan de waterkant, als je smeteert die keer mes, hangt er van alles in de boom. Ja. En dat hier, dat is weer een open spot. Ja. Oké. Okay. Ja, Steven. Voilà, Steven. 9. Spannend. Pas. Dus telke in een nachtmerriesessie. Waarin dat alles misliep. Ja, alles mis. Moet ik denken, ja. Zoveel slechte dingen dat ik eigenlijk nog niet tegenkom. Ja, nu september geweest, ja. Toen ben ik 4 dagen geweest gaan rondtrekken openbaar in Frankrijk. Ja, toen kom je toe aan het water, zie je vissen draaien, schuimplakken aan. We zitten er heel alleen. Ik denk van ja, dat komt hier wel allemaal goed. Afval, in een blok in slaap, omdat ik had die dag al 500-600 kilometer rondgereden, waters bezocht, kanalen bezocht. Dat toch freak, nee, dat komt de wakker, zitten ingesloten en zitten er op 40 meter links van u twee Engelsen en op 40 meter rechts van u twee Engelsen. Ja, hi mate, ja, hi mate. Ja. Als je zat nog 500 meter. Toen kreeg ik beet. En ja, heel onder zand over mij gevaren, s'nachts. Dus had ik een heel web van 2 lijnen links, 2 lijnen rechts met die vis daarin. Ja, alles af. Mijn lijn is gebroken op onder een breed, dus ja. Alles in de auto gestampt, ja, weer een halve dag zoeken. S'avonds krijg ik er dan, denk wel mijn scheten die dag. Heel die nacht niet geslapen, meer op mijn hemmer gezeten, in de, tussen de struiken dan op mijn bedje. Ja, dat was zo wat, dat was de laatste keer. Dat was, gelukkig. Ik klap nu over 24 uur in die 3 dagen, hè. maar op het einde kwam het dan wel allemaal goed. Ik heb dan toch nog een stuk kanaal gevonden waar ik wat vissen kon vangen. En maar dat zijn van die momenten dat je denkt van, ik ga naar Reus. Dat stond zo op punt, maar onderweg, dat is hier toch ook een schone spot. En dat is hier ook een schone spot. En van de goesting terug. En misschien wat ik gewoon als tip kan meegeven als je dat nog tegenkomt, gewoon verder rijden. U niet in op, ja, en zoek wat anders. Want anders inderdaad, de eerste keer dat ik openbaar ging naar Frankrijk,
Het ging voor een week zijn, maar meestal stond ik achter twee dagen weer thuis. Mm-hmm. Omdat gewoon, ja. Tesla, ja. En hij zou. Ja, moet die overwinnen voor resultaat dan, zou ik zeggen. Ja. Ik heb ooit toegekomen aan het water voor een paar uur te vissen, dus ik had niet veel aas mee. En ik zet me zo heel dicht bij de boord. Ik ben zo bezig met dat zakje aas aan het open doen. En op dat moment landt er een of andere bromvlieg op mijn hand. En ik was zo geconcentreerd bezig, zo geschrokken, dat ik zo, dat zakje heb gesmeed in het water. Met onderlijn en al? Nee. Gewoon mijn aas in het water in. En ik zat daar zonder aas. Ik had alles opgezet. Ja, tentje weer afgebroken. En naar huis, he. Het al mijn vissen. Ik zou het nog vergeten, voor erbij te zijn, wat ik ook nog tegenkom. He. Ja, waar slaapt overal zo, bar, kan het. Ik ben die laatste ochtend, ik was wel content, ik had vis. Maar ik weet niet. Ik denk dat ik dicht in de buurt van, het is nu niet, ja, want ik heb me echt verzeren. Drie keer gewassen in de dag dat ik thuis kwam, dat ik in een vlooienest beland ben. Oh, nee. En heel mijn been, echt, ik had een linkse been, had ik zeker 50 beten op mijn been. Dat waren allemaal bubbels, niet normaal. En je weet nog, dat is gek. Ja, dus, dat was wel de laatste Frankrijk openbaar. Dat was echt eentje met veel downs, niet veel ups. Bekende waterse dan? Nee, ik denk, ja, ik ben alleen maar in het noorden gebleven. Ik ben niet over Parijs en Reims gegaan nu de laatste keer. En toch twee dagen 600 kilometer rondgereden. Ik denk dat ik iedere meter kan al afgereden in het noorden. Dat kan al, hoor, dat ik ook soms een keer te vinden ben. Wauw, ja. Het zijn er veel, hè. Dus, ja, het was gewoon vooral ijswerk doen. Ja. Voor, in de toekomst. Nu moet ik niet meer rondrijden. Of dat bandje gaan zoeken. Ja. Of dat. Nu weet ik gewoon van, nu rijd ik naar daar. Maar 3-4 was niet bevisbaar. Van het weer. Dat was niet normaal van het jaar. Niet normaal. Je zag gewoon, het water super helder. Overal. Zelfs de varguil, toestand van het weer, dat had ik nog niet veel gezien. Oké, twee jaar geleden. Zulke spotjes, dat waren de open plek. Spotjes van een emmer groot. Ja. Niet bevisbaar. Ik heb verteld dat je het op die emmer zat. Twee jaar geleden ben ik in de rivier De Lot gaan vesten. Dus ik had een huisje gekozen, dicht bij De Lot. En ik kwam aan de rivier, maar was hier 5 meter struiken. Ondoordringbaar tot aan De Lot. Zijn jij er welke gevest? Nee. Dat is een rivier dat ze na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet meer gebruikt hebben voor bootvaart. Ja. Dus al die bomen en al, dat is allemaal gewoon blijven liggen, maar dat water is kristalhelder. Maar dus kan uiteindelijk tussen de struiken een plekje gevonden. En bezig kwam ik morgenochtend, ga ik van het huisje vertrekken en ga ik dan gaan vesten. Dus ik sta op, heel stille, voor de vrouw en de kinders. En maar ik moest niet aan het wc. Dus ja, dat was zo. Ik kon nog niet tweede chassen en dat is het. Dan mag ik weten veel dat weet. In de wc was ook als een min of meer binnen in de slaapkamer. Dus ik vertrekken. En ik kom op dat paadje. En wat staat er op dat paadje? Is zo'n machine die als een water spuit over die velden. En zo. En als ze ronddraait. Maar dat stond midden in dat pad. Dat stond er al een halve meter water. Dus ik moest wel zo deur. Ik ben wat verdomme. Ik wou dat niet meer deuren. En toen moest ik echt gigantisch. In het wc en toen eerst in die struiken en zo. En toen voorbij dat ding kletsnat en toen zo die struiken en dat was verschrikkelijk. Ja, kijk. Die vierde lot, fantastisch. Maar ik heb dus daar alleen maar braalsems van. En ook 3 uur zitten kijken. Dat je soms denkt van die vissen zijn er en ze eten mijn aas niet op. Ik heb daar 3 uur zitten kijken naar een barbeel die heel de tijd rond mijn. Die gewoon op zijn gemak rond de haakaasje, al de rest aan het opeten was. 3 uur lang, hè. Echt, die beesten die hebben echt een ander tijdsbesef dan een mens. Mm-hmm.
Ja, wij eten op tijd, hè. 10 minuten. Ja, maar, ja, dat, ja, dat, ja, dat is werken, ja. Dat is 3 uur lang. Bij Bill. Eet dat niet te hard. Hoe kan het zijn? Bij wat hoor je mee doen, joh? Ja. Wij kiezen. Wij kunnen meer kiezen wanneer dat we eten. Ja. Bij hun is eten noodzaak van leven. Ja, en ook een dagbesteding of zo, ja. Ja, 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 tuurlijk. Oké, gaan we nog een toertje doen? Ja, Chris. Chris. Voilà. 39, dat is een hoge. Ja, dat is de laatste, voorlaatste vraag. Heb je een favoriet kamperboek? Chris. Ik ben niet echt een lezer eigenlijk. Ja. Maar ik heb er wel lijn. Maar bij dat is allemaal nog niet uitgelezen. Heb zelfs het boek. Okay. En heb je niet begonnen als kind met het boek? Of, Niet echt, nee. Ik ben van jongs af aan met pa mee leren vissen. Dus. Dus ik kan misschien de vraag aan andere mensen stellen. Ik heb als jeugdig visser een favoriete boek gehad waar ik enorm veel uit geleerd heb, maar ik zou echt een keer moeten kijken wat de naam van dat boek is. Want was het een Engels? Nee, een Nederlandstalig, dus van Ons Buren. Kees Ketting, Nico de Boer. Dat is een heel klein, dun boekje. Oh, ik weet het. 100 ook nog wat. Kost dat ook niet een standaard boekhandel. Ja. En, het was het enigste dat er lag. Ja, ja, en echt. Omdat je zegt zo klein, ja. ik had er vroeger ook twee, en dat was er eentje. Ja. Ook de naam. Toch, dat had ik dat dan gewoon uit. Karpervissen noemen. Denk het, ja. Dat rood dat een titel zwart. Was, karpervissen. Ja. En daar staan de... En over wat ging het? Wat echt... ja, over wat? Simpele dingen. De rustplaatsen werden... alles werd uitgelegd. Ja, maar... Hoe derde was dan de herrig of zo? Ah, dat daar stond. Dus... Alles werd erin uitgelegd, hè. De rustplaatsen, de aaszones, rivieren, hoe dat de warmte door de wind hem keert in het water. Die afbeelding met die peel. Ja. Die waar aan de waterlaag waren, gezet. Dat stond daar op die moment moet je daar op die waterlaag vissen, op die moment op die waterlaag. Dat staat er allemaal in uitgelegd en dat is al een zoenen uit een boek. Ja, ik zei van mij was dat veel vangen jong begin, maar dat is nog ook. Altijd vangen altijd niet veel. Wel jong begonnen, wel jong begonnen. Ja, ik zei ben ik wel een vissen naar de vorm zaten. Karpervissen, karpervissen. Bij mij was boek dat gaat blijven altijd rondspelen bij ze. Het Rutte Karperboek, René Rutte is. René Rutte is in iedere podcast. Gewoon, wat dat mij fascineerde was eigenlijk niet de dingen van het vissen dat erin stond, maar gewoon hoe dan onder tanden werken, die keeltand, dat proces, onder smaakdingen en al. Dat was iets dat in een ander boek niet vond. Ja. En dat leerde het beter begrijpen. Van mij ook dat boek van Nico de Boer en zo een heel hoop andere, zo'n blauw boek van vissen en braas en vissen. En van jou, Frederik? Goh, ik heb redelijk veel van die boeken gelezen en ik blijf er altijd achter zoeken. Het zijn er nog twee onderweg nu. Eentje getekend door Kevin Maddox. Wat tof, ik kreeg er echt naar uit. Maar de leukste dat ik ooit gelezen heb, was Quest for Carp van Jack Hilton. Ik kreeg echt luid op zijn lachen met dat boek. Er zitten er scènes in dat hij beschrijft, die echt hilarisch zijn. Het is pure slapstick eigenlijk. Ik heb een band omdat ik nog daar thuis geweest ben. Ik ben nog in het huis van Jack Hilton geweest. Ik heb die hengels nog in mijn hand gehad bij zijn zoon. Dus dat is de band dat ik er wel mee heb. Maar het was echt een heel tof boek om te lezen. Ja. Oei. Lieve. '15 en '8, dat is 23. Ik ben goed in wiskunde. Hoe zit ik machine? Dat is echt gênant, ik kan het niet tellen. Heb je al ooit een dag werk gemist door te vissen? Ja. Die gaan niet wat zijn. Tomloon zijn anders. Ja. Werk je daar nog? Spijtig genoeg niet.
ja. Door omstandigheden. Dus ik kan vertellen wat dat er gebeurd is. En wat was je smoes? Of, Ik was ziek, hè. Ja. Dus ik denk dat dat toen nog op de Spettenkraai was. Dat ik een megasessie aan het draaien was. Waaronder de legendarische tweekleur die erbij zat. En de maandag moest ik gaan werken en ik zag dat niet zitten, want alles liep. Ja. Ik had 5 weken daarvoor geblankt en plots liep alles gelijk dat zou moeten lopen. En ik ben blijven zitten. Ik heb dan ook 3 hoge dertigers de maandag mogen verwelkomen. Allee. Zo. Het was de moeite. Het was de moeite. Het was de moeite. Het probleem met de Spettenkraai zag ik op die flamer en de Facebookpagina Sterren. Er is een probleem hier in die regio. Ja. Al die meanders gaan eruit. Al die meanders worden, in mijn ogen denk ik dat Natuurpunt gewoon die meanders natuurreservaatjes wil van maken. Voilà, voor de vogels en de eendjes. Voor de vogels, gewoon, ze willen daar, je ziet dat ook, vorig jaar is ze rond die meanders overal nieuwe plakaten gezet. Dat je er zelf niet meer rond mag met een fiets, met dat, met dat. Nee, alle meanders hier in de buurt. Nee. 3, 4 hebben ze vorig jaar allemaal plakaten gezet, ze hebben hun boetes deel. Zo. Hey, ik ga maar voor, het is weer typisch België. Hè. Het is een wegje waar dan de tractors alles mogen kapot rijden, maar oewee als hij daar staat met je auto. Ja, ja. Onder 50 euro. Hè. Ik weet het niet. Ik weet dat in de Kaaihoeve ook een nieuwe boswachter is. En ik weet er ook niet mee zetten wat hij wil zetten. Dus, maar we proberen weg te blijven van de politiek. Dus maar, kan je dat niet zeggen op voorhand. Dus, maar nee, ja. Dus, in mijn ogen is het dat wat er doe. Dat uiteindelijk al die meanders kleine natuurreservaatjes worden. Want ze laten ze allemaal verloederen. Boom, laten ze erin vallen, als er niet uit. Maar in de Kaaihoeve is dat juist hetzelfde, maar dat moet ik nog wel toegeven. Ze laten die boom gewoon liggen, dat verzand, dat is schrijnend. Hè. Ja. Oké. Ze vullen maar op. Steven. Ja. 15. Ik kan niet meer lezen. Draai nog een keer. Ja, heb je karperhelden en zo ja, waarom? Ja, één iemand waar ik wel altijd, omdat hij ook niet van de regio is waar ik woon. dat zal veel goed neer zijn. Ja. Dat is voor mij nog altijd een legende. Ja. Nu nog altijd, maar meer underground. Ja. Maar je doet nog altijd zijn ding. Ja. En dat is iemand dat... En wat was het juist dat je bewonderde? Die heeft gewoon iets. Die leest zo snel water. Hoe moet ik dat zeggen? Ja, zevende zintuig. Je weet gewoon, hoe moet ik dat zeggen? Like als het ergens aan begint, en zoek het maar op. Het leidt gewoon tot succes. Ja. Dus, en mocht je hem aas geven of dat of wat je wilt, nee, dat zit in hem. Ja. En dat is. Ja. Het is ook ik heb al een paar keer het geluk gehad doordat we op dezelfde waterseizoen gezeten hebben, dat ik er kon naast zitten en gesprek mee hadden. Onder andere, hij heeft mij ook geholpen een tijd op Hombeek, wat dan nog altijd mijn record is. Ja. Dus hij heeft mij helpen mee fotograferen. En, dat is wel iets dat ik niet ga vergeten eigenlijk. Dus, ook een vrij bescheiden persoon. He. Ja, dus een vrij, zo denk ik erover. Hij kan mis zijn ook, maar voor mij komt hij over inderdaad als een gesloten persoon. Maar ik kan wel sociaal zijn, maar je krijgt... In mij nu, hij zegt dat deels zelf niet met zoveel woorden. Je krijgt altijd een kans bij hem. Maar verkloot ze niet. Mm. Als hij u wat heeft van info of zo, houd dat voor je eigen. Want het is iemand die. Hij heeft u maar één kans en thans de deur gaat toe en ze gaan niet meer open. Maar gewoon zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat je zelf een betere visser wordt. Hè. Ja, die. Zijn aanwezigheid alleen. Ja.
Ja, dat is zo. Dus straalt af op iemand. Ja, had. Ja. Ja, ik heb er meerdere, op Homweek, ik heb er twee seizoenen in het voorjaar geweest gaan vissen en ik heb er, ik zat er toch voor 3 dagen in de week en hij zat te stek naast mij. Ik denk dat we zo'n maand en half, bijna wekelijks naast elkaar zaten. Ja. En dat was ook vrij grappig eigenlijk, dus op Homweek zwemt er een grote kooi in Oranje. En, ik wist gewoon, als hij 's morgens op bezoek was bij mij, dat hij bij hem gepasseerd was. Ja. En dat die vis op weg was tot bij mij. Ja. En dat stond weer samen naar te kijken. En we zetten dan meestal een koffie. Ja. Ja, dat is een ding dat ik niet rap ga vergeten. Ja. Gelukkig simpel, hè? Ja, het zal wel, Oké. Voilà. Goed. We zitten al een uur en 20 minuten op de band. Goh, we gaan erop in. Ja. Mijn lijnen zijn al geklipt en geremd, dus we moeten er maar gewoon wat aanhangen. Ga je vissen vandaag hier, Steve? Ik ga straks nog vissen, maar allez, dus te zien, ze moeten nog sturen. Normaal werk ik nu. Hè. Ja. Ik werk vaste weekendploeg. En ze is ziek. Nee, ik moet stempel. Dus, met die machine daar, mijn probleem. Een teendeel. Ja. Chris, lieve Steven, enorm merci om hier tijd voor vrij te maken. We zijn nog heel veel succes bij elke auto die in het water gooit. En we komen hier elkaar nog tegen. Hè. Ja, waarschijnlijk wel. Normaal zien we de podcast altijd op de 1e van de volgende maand gepubliceerd. Dus nu gaat dat 1 december. Online, ongeveer. Ah, ja. Wel, als je dat wilt, heeft jullie telefoon. Tof, Frederik, dat we eerst het interview gedaan hebben en nu kunnen de nabespreking doen. Ja, het was een heel toffe groep. Tof. Ja. Interessante opmerkingen. Dat vond ik Fenugreek, dat moet je echt een keer in de hart nemen. Fenugreek, maar dat... Fenugreek. Ja. Fenugreek. Of Fenugreek. Het hangt er soms vanaf. Fenugreek in het Engels. Mag echt een keer opzoeken. Ja. Kun je echt wel iets mee doen. Thomas, ik heb je boek gelezen. Heel het boek gelezen. Ik moet iets bekennen. Ja? Maar misschien... kijk eerst. Ik durf dat boek van jou niet aanraden. Waarom? Dat is zo netjes. En dat is getekend door zowel Rod Hutchinson als Tim Paisley. En kom ik dat niet aan. En kijk ik dat weggelegd. Dat ik kon dat opzoeken op Kobo, maar dat bestond niet op Kobo. Ja. Maar dat durf ik niet aankomen. Ik ben een vuilaard, vind ik. Ja. En zo'n ding. Wow, nee, het is niet erg. Het boek is erom gelezen door. Ja. Nee, ja. Het is, maar ik probeer altijd ergens... Gelijk welk boek vind ik altijd leuk om de handtekening van de auteur erin te hebben. Ja, maar goed, ik heb het boekje Richie on Carp gelezen. Ja, Richie, de bad boy van het karpervissen. Hè. Ja. Als het gaat over technische zaken leren, is dat niet echt een boek om te lezen, denk ik. Nee. Maar je avonturen in het kwadraat over karpervissen wil lezen. Dan moet je dat echt, dan moet je dat zeker een keer tijd voor nemen om dat boek te lezen. Hè. Ik dacht, ik had verschillende boeken van Rob Malin ook gelezen. Waarin ik ook zoiets had van Only in England. Ja. Maar die had er toch nog een stapje mee verder. Ja. Dus, maar Richie is het eigenlijk slecht bij hen gaan, omdat ik er met een geweer geschoten net op Savé. Op andere vissers. Volgens hem is hij gestruikeld en is daardoor dat geweer afgegaan. Maar toen is hij eigenlijk massaal uitgespogen. Mm. En is hij wat in de vergetelheid geraakt, is hij dan een serieus aan drank geweest. Wat doet hij hoor, dan ziet hij er weer helemaal tip-top en netjes uit, Richie. En duikt hij weer overal op, dus... Ik denk wel dat iemand is die zonder karpervissen... Nee, pak dat af van Richie McDonald. En er is geen Richie McDonald meer. Nee. Ik denk niet dat hij zonder kan.
denk ook dat ze gedreven heeft en ze verslaafd heeft aan het vissen. Daar heb ik ook wel voor gezorgd heeft dat een beetje op een dwaalspoor is geraakt, hè, op een bepaald moment. Ik weet niet of er nog veel bestond naast het karpervissen. Ik denk het niet. Je doet een zware jeugd gehad. Hè. Het was ook wel zijn uitlaatklep, het karpervissen. Ja, het heeft hem gered, hè, in zekere zin. Ik denk dus meer dan één keer al. Is het minder slecht aan toe dan dat hij geweest zou zijn. Maar ik had hem niet verstaan. Hè. Op Carpology is er een interview met hem. Nee. Ja, toen moet je echt de ondertitels aanzetten. Dan is ook, ik kan ook niet goed lezen en zo. Dat komt ook in dat boek voor, hè, dat hij zo alles moet uitspellen eigenlijk van wat dat hij leest aan karperliteratuur. Ja, het valt ook wel op de manier waarop dat geschreven is. Is echt heel direct. Er zit niet veel beeldspraak in het boek. Dus zo'n heel direct, baf, hier heb je het en doet er je ding maar mee. Ja. I don't care wat je ervan denkt. Dus, ja. Ook mooi vond ik weer die figuur van Chris Yates die erin komt. Ja. Dat hij die vest laat, dat hij zo moe is dat hij die vest laat ontsnappen voordat de foto getrokken is, 40 pond in die tijd. Dus, en dat hij in een Chris Yates in zijn tenten komt en dat was echt een zeer gesmaakte opmerking eigenlijk maakte. Ja. Prachtig eigenlijk. He. Ja, Chris Yates is echt wel een individu apart. He. Ja, en hoe dat hij dan ook weer met zo'n Richie, die als ze tegenovergesteld is, eigenlijk ook weer goed door een deur kan. Ja, maar ik denk dat Chris Yates is de eminence grise van de hengelsport in het algemeen. Ja. Zo'n beetje een semi-goddelijke aura rond hem. He. Zo'n beetje een goeroe. Ja. Achtige aura rond hem. Artiest, heel goede artiest ook. Hij heeft ook geen makkelijke fases gehad in zijn leven. Weet je wat dat hij deed van werk? Ja, Ruchi. Nee, Chris Yates. Chris Yates is kunstenaar. He. Die ontwerpt covers voor LP's en platen en de Beatles. Allee, dat weten nu niet de Beatles niet, maar van veel platen zijn de foto's ervan gemaakt door Chris Yates. Ja, oké. Ik heb een kunstschool gedaan, hè. Chris Yates, Christopher Yates. Ja. En hij ook prijzen, gewoon literatuurprijzen. Mo. Ja. Ondanks dat het eigenlijk over karpers gaat, is hij zodanig poëet en natuurlijk schrijven dat hij ook buiten de karpenwereld eigenlijk ook prijzen gewoon net voor zijn schrijfsels. Dat kan me het wel inbeelden. Ik heb ooit geluk gehad om Casting at the Sun te kunnen lezen. Dus ik heb er zo hard voor moeten werken om aan een kopie van dat boek te raken. Ze zijn verschrikkelijk duur. Ik heb er uiteindelijk toch eentje gehad. Ik ben het verdikken kwijt. Oh, ik vind het niet meer. Na de verhuis ben ik het kwijt. Maar dus dat leest zo vlot en je kan je zo gemakkelijk inleven. Dus op bij dat boek van Richie ook. Hè. Ik vind dat hij eigenlijk gewoon in dit boek een beetje een soort samenvatting maakt van zijn visserscarrière. Waar dat hij naartoe geweest is, wat dat hij gevangen heeft, hoe dat hij dat gedaan heeft. En dan doorspekt met de hele hoop zaken, avonturen om proper te zijn eigenlijk. Ja. van wat dat hij, van zijn heel zijn persoonlijkheid dat hij daarin meetrekt. Ik denk dat je m'en fout, dat komt bij hem wel heel vaak voor. Fuck it all en doe gewoon mijn ding. En dus op zich moet je er ook respect voor hebben. Mensen die gewoon zeggen, kijk, dat is wat ik ga doen en ze doen het ook. Ja. Dat vind ik, dat is ook een eigenschap. Maar, zijn stijl bij momenten is wel stevig. Hè? En dat voorwoord is ook van Tim Pace. Die zei, er staat het wel van dat die Ritje zet te wachten op een stek. En op het moment dat die stek vrijkomt, dat er een ander die stek wil pakken. But Ritje sorted it out. Ja. Dan weet je wel wat er gebeurd is. Ja, dus ik denk, zet 10 karpervissers in een café als er één in een gevecht raakt. Ja, voilà. Is dat en Frank Warwick. Frank ook? Ja, dat is een bokser, hè. Een bokser is. Ja. Zijn hart ligt op zijn tong, van Richie MacDonald. Ja. Dat is wel maf om te lezen. Ja. Dus in het boek zelf, niet verder gekeken.
boek dat ik je meegeef. Ik had dat eigenlijk ook gedaan en ik dacht van, oh nee, dat is echt iets dat mijn liefde tot nu toe behandeld wist. Ik ben er een beetje benauwd van. Mijn plan was eigenlijk van te kijken op Amazon, dat kun je ook digitaal downloaden, en te kijken of dat je daar niet digitaal en op die manier te lezen. Maar wat je zegt dat niet erg is, dat lees ik. Nee, lees hem, alsjeblieft lees hem. Ik heb helaas geen boek mee voor je, maar kan je het dan even, ik wist niet dat je het al uitging. Nee, maar dat is niet erg. Oké, ik heb wel iets mee voor je. Ja, ik heb het al zien liggen. Het is een klassieker. Ik denk dat het op een bepaald moment voor heel veel mensen heel veel heeft betekend. Het is echt een Brits karperboekje zoals dat je die hier in de lage landen niet gaat vinden. Het is zo'n beetje gedateerd, sommige zaken. Maar tussen de regels door leer je enorm veel. En het boekje heet Carp Rigs. The BK Guide to Carp Rigs van Kevin Maddox en Julian Cundiff. Kevin Maddox, goed gekend. Julian Cundiff, wat minder. Een beetje van de generatie van Zenon Boyko. Ook ja, maar dat is waarschijnlijk omdat je niet echt op Twitter en Facebook zit, want die Julian Cundiff is nog redelijk ongelooflijk aanwezig. Ja. En dat is een visser. Ja. Die vangt en vangt en vangt. Dat is een machine. Niet normaal. Ja, ik denk dat die mens er ook wel voor leeft, maar er staan heel interessante illustraties in over hoe een rig zich gedraagt in het water. Ja, er zitten ook wel wat zaken in die vergeten zijn ondertussen. Dingen die op vandaag eigenlijk best nog bruikbaar zijn, maar die vergeten zijn geraakt. Omdat we zo vastzitten aan onze normale manier van doen. Maar echt, alleen daarom is dat interessant, omdat je zaken tegenkomt dat je morgen kan gebruiken. Oké. Ik ga jou een boek bezorgen, op een of andere manier. Heb je Flick of the Tail al gelezen van Dave Lane? Nee. Dave Lane, interessant. Ik vind dat een heel interessante mens. Ik luister af en toe zelf naar wat hij te vertellen heeft. Ook iemand die een beetje low profile is, maar die eigenlijk wel heel goed weet wat hij aan het doen is. We hebben hier met de coronatijd, heeft hij een YouTube-serie gemaakt die gigantische score had. Ja, en sindsdien is hij vrij geweld. Mijn absolute held, pees ik van KPVS'en, maar wel een klimaatontkenner. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ik laat wel van wauw. Het is dat is gewoon een periode en de mens heeft daar niks mee te maken. Dan pees ik al niet. Climate denial. Maar misschien moet je wel climate denial doen om gelukkig te zijn in deze tijd. Ja, misschien tot dat niet anders in mij kan. Het is dat. Zeg Thomas, ik zie dat hier ook loodvervangers mee hebt. Ja, dus zowel in de podcast ook al de mogelijke loodvervangers bespreken, omdat iets is denk ik van de toekomst en iets dat ethisch belangrijk gaat zijn. Nu, deze heb ik hier gekocht. Het is niet echt van een merk, ik heb ze gekocht bij carperxl.nl in Nederland en dat is eigenlijk een soort beton met ijzer in. Mm-hmm. Ik heb ze gisteren gekregen en ik moet zeggen, mijn enthousiasme is niet echt bijzonder. Het is duidelijk als we in een plastic zakje wat beton en toen afgeknipt en weer open gedaan. Allee, iets zelf gemaakt. Het heeft ook een soort poeierachtige ding af. Ik denk niet dat deze... Het voelt heel poreus aan. Ja. Poreus, ik denk dat het heel snel gewicht extra opneemt. Ja, ik denk dat dat nodig gaat zijn, ja. Ja. Want er staat wel op 79 gram, maar ik heb persoonlijk nu niet echt het gevoel dat 79 gram is. Ik heb het gevoel dat 50 gram is. Ja, max. Maximum. Maar dat is al niet te min. Ik ben wel content om te zien dat er initiatief genomen wordt om lood te vervangen. En men is op zoek naar een waardig alternatief. Ja, het is dat. Het moet bruikbaar zijn. Het zal misschien niet dezelfde eigen lood echt vervangen. Het gaat moeilijk zijn, denk ik. Nog werpeigenschappen en soortelijk gewicht. Dat gaat heel moeilijk zijn. Maar het zijn ook positieve kanten aan vinden. Ik vind de vorm zeer goed. Ik denk dat ze zeer goed uitwerpen. Ze zijn ook niet overdreven groot. Nee. Het is onopvallend, zeker in het water.
Dus dat zijn allemaal positieve zaken. Ik ben er vandaag niet mee aan het vesten. Omdat ik ze wilde tonen. Ja. Maar ik ga er de volgende keer zeker mee vesten. Misschien moet een soort rangschikking, ik weet het niet, bijhouden. Maar eens hadden dat er goed en slecht aan worden gevonden. Wat zie ik hier? Het is ja, steengrijs. Hè. Je zou in eerste instantie kunnen denken, het is een steen of een keitje. Ja. In een mooie afgeronde vorm. Het ziet er me echt zo een klassiek karperloodje uit. Het is iets groter dan een normaal loodje van 80 of 90 gram. Ietske, maar niet veel. Poreus, maar allee, à la limiet denk ik dat zeker breukbaar is. Ja. Ik denk het ook. Het is natuurlijk een moeilijke vergelijking. Had dat iets van smaak afgeven of geur in het water, dat weet je natuurlijk. Ik persoonlijk denk ik dat je met zoiets, omdat het heel poreus is, dat eigenlijk al een beetje op voorhand moet laten weken. Eén, om de stoffen die er nu in zitten er al uit te krijgen. Wel, ja, gooit dat in op rinswater, ik denk dat dat gaat vertrekken. Ja. Maar hoe ver moet je erin gaan? Maar ik zou het wel doen, gewoon om even zo op te keuzen. Ja, ik zou dat ook doen. Ja. Eigenlijk gewoon een keer een opkeus ervan te doen. Ja. Maar op zich vind ik het een interessante. En waar heb je het van? Karper XL, ik denk dat ze het zelf maken. Ja. Maar dat vind ik ook zo niet vast, waarom schreef ze dan 79 op de... Dat is wel niet... Ja, ik vind camouflage echt belangrijk. Ik vind dat raar dat er zo'n steen met 79 op in het water. Ja, ik ken nog geen één karper tegen. Het is daar, die kan lezen. Ja, maar ja, hier in Oasis, jongen. Dus ook, ja, hier hebben we slimme karpers. Wat heb ik nog gekocht bij Karper XL? Zijn maple peas en pies. Om mee te vissen, dus daar ben ik momenteel mee aan het vissen. Moet zeggen, ja, dat is wel praktische visserij. Dat is een klaargemaakte particles die makkelijk aan. Je kunt ze wel zeer moeilijk poppen. Ze zijn te klein. Ja, dat is waar. Ja. Waar maar ik heb die een opgeten gisteren en dat smaakte echt. Dat is smaak. Ja. Like verbrande karamel. Dat is zo bij de smaak. En dat kun je wel direct voorstellen van de. Ja, inderdaad. Ja. Dat lijkt op. Bijvoorbeeld in butternut goo van Corda, dat is zo bij de smaak. Bitterzoet, vind ja, ik. Klopt, ja, bitterzoet, klopt. Ja. Ik weet dat er vroeger heel veel mensen ze weekten in chocomelk. Ah ja. Ja, dat werd vroeger veel gedaan met maples. Dus iets of wat Baileys bijvoorbeeld. Ja, ook ja. Waarschijnlijk, Baileys is zoiets dat... Sowieso iets wat ik gemakkelijk ga gebruiken om aas in te zoeken. Ja. De klassieke Baileys. Hè. Gek genoeg zie je dat veel andere mensen in Engeland dat ook nog doen. Ja. Baileys gebruiken om aas in te zoeken. Hè. Omdat de alcohol in het water in de winter zeer goed oplost. Ja, verspreiden. Ja, maples kunnen heel erg dressuur doorbrekend zijn. Dat heb ik ook al nog meegemaakt. Ja. Misschien vang ik nog een van dan. Ja, hoe knows. We moeten onze eerste vis... Dat angstig mij wel, want in twee mensen dat er een degelijke onthoudingsmat. En ik moet zeggen, ja, mijn is wel echt redelijk minimaal. Maar nee, dat is toch perfect. Ja, het is niet zo groot. He. Maar groot genoeg. Echt wel groot genoeg. Ja. Dus ik ben benieuwd dat ik hier een vang met die maple peas, dan is dat wel... Ja, we moeten onze eerste karper in de podcast nog vangen. Hè. Nee, ik heb er twee gevangen. Ja, oh, ah ja, die. Ja, maar wel niet, ze staan wel niet aan de opnames. Ja. Wel echt zo'n tijdens het gesprek naar hen. Tijdens het gesprek herinneren, dat ik weet het niet. Goed, waar doen we de volgende, Tom? Ik heb er niet echt over nagedacht. Allee, op puur intuïtief. Intuïtief. We moeten ook bij... anders bekijken. Ik denk, het gaat december zijn, de volgende podcast. Ja. Dat is al koud. Ja. We moeten een water hebben, denk ik, die dan toch iets van kans maakt in de winter. Of niet? Ja. Pas op. Ja. Misschien kunnen we het een keer anders doen en gaan we zoeken we een VBK-water met een cafetaria. Dat kunnen we ook doen, ja. Ik vind dat wel leuk, de achtergrond geluiden. Dat is waar. Dat is absoluut waar. Ja, liefst buiten. Maar een of andere hardcore wintervis. Local, ja. Wacht, ik weet het, die Frans, die
van de Rode Sluis. Ja. Ja. Wel, eigenlijk wordt dat onze kerstpodcast. Ah. Ja, dus moeten we een rode muts aan doen en houden naar de Rode Sluis. Oké, goed. Kwestie van een link te leggen. Precies dat toch niet op de podcast. Ja. Hoe? Nee, en misschien een keer een cadeautje voor de kerstperiode. Oké. Ja, goed. Alright. Voor de gast of de gast brengt de cadeau. Iedereen brengt de cadeautje. Ja, en we doen een. Alleen noemt dat nu? Zo, dat je zo'n nummertje moet trekken. Ja. Nee. Ja, met een nummertje. Of dat je een kaartje moet trekken uit een zak. Ja. Dat is een verrassing. Hè. Dat kunnen we doen. Oké, Frederik, dat is de tweede podcast. Zit erop en het komt er juist een hondje af. Dus het is ideaal moment om af te sluiten. Tot de volgende keer. Merci. Bye bye.